Internet Social van TeleG biedt ongelooflijk veel mogelijkheden voor je smartphone. Jij bepaalt welke telefoon bij je past en TeleG geeft je het pakket dat je nodig hebt. Dus, geen BlackBerry, maar wel gewoon een social pakket. Wees altijd bereikbaar met WhatsApp, check je vrienden op Google+, geef een shout-out op Twitter, connect met je familie op QQ, zoek een job op LinkedIn en verander je status op Facebook. Connect met TeleG en be social. Zo start ik de club op deze een beetje regenachtige donderdag van 28 november. En we gaan een feest bouwen in de studio. Het wordt een heel apart feest. Ik zei daarnet al, ik heb iemand kunnen strikken die meestal nooit in de picture komt. Hij schuilt altijd. Maar ik ben blij dat hij wat tijd voor me heeft vrijgemaakt. En dat heeft hij niet zomaar gedaan. Hij is de producent van bijna 500 musicvideo's. Maar laat me hem voorstellen, want hij staat en lacht zo verlegen. Ik zie ook dat hij de microfoon van Radio 10 een beetje modelachtig heeft gezet. Hopelijk heeft hij een krachtige stem. Moet ik zeggen S-Dog? Mag, of Sergio Vigalanzoon. Alright, ik wilde net zeggen, weet je eigenlijk? Sergio Vigalanzoon. Alright, wie is S-Dog? Van waar komt die naam? De naam is ontstaan door een paar matjes die thuis kwamen en ik heb altijd veel honden gehad, 11 plus. En toen was het heel simpel geworden, hoe voorletter van mijn voornaam en daarna die dog erachter. Alright, mag ik zeggen dat je de man bent die onder andere heel wat artiesten heeft gemaakt? Ja, sowieso. Ik heb ook een aantal gesteund, ondanks ze bijvoorbeeld geen videoclip konden maken. Maar heb ik gezegd van, hé, je poko is mooi, kom we gaan. Alright, en zo kwam dat tot stand. Hoe is het allemaal begonnen voor S-Dog? Heb je zelf muziek gemaakt? Want ja, nee. voor mij dan alleen ga je die richting op. Nee, ik heb nooit muziek gemaakt, maar ik hield wel altijd van muziek. Of ik kon heel snel voelen waar een poko naartoe ging. En ja, het is allemaal ontstaan door een klein cameraatje kopen op straat. En beginnen met filmen en het komt op de tv en men begint te bellen. Maar hey, ik wil ook een clipje maken. Hoeveel vragen? En toen had ik door van, hey, wacht, ik kan verdienen. Wat is de grootste fout die je hebt gemaakt toen? Naar een shoot gaan en mijn batterij thuis laten. En, Gebeurt dat echt? Ja, toen was ik goed nalaten, om het zo te zeggen. Ja, je leert door al die dingen, maar nu is het, nu komt het helemaal niet meer voor. Oké, weiger je soms artiesten als je zegt van, hey, nee, dit is niets? Als hij niet spa-ide is, maar als het gaat om die poko. Wat is spa-ide? Niet zakelijk. Niet aan de afspraken houden. Heb je? Maar sommige artiesten, kijk, hier komt men binnen met een CD. En soms klinkt het echt niet. En dan zeg ik nog, ik kan dit niet goed gebruiken. Heb jij dat ook bij een musicvideo? Dus ik keur zijn talent niet. Ik keur de kwaliteit wel. Als het kwalitatief hoog is, maar zijn talent misschien is niet mijn ding. Of ik vind van, ik weet het een beetje dom gezongen of zo. Vind ik nog steeds de uitdaging, dat ik de uitdaging neem, of de uitdaging aanga, om te zeggen van, hé, ik maak er een hele goede video van. Noem zo een poko die eigenlijk slecht is, maar de musicvideo is heel erg goed en de persoon heeft succes. Nee, ik ga de artiest niet... Maar zijn die er? Er zijn een aantal, ja. Er zijn een aantal. Wat was je slechtste musicvideo? Mijn slechtste was sowieso mijn eerste. Oké, zegt Huntje dat jou... Nee, het was toen de eerste, dus je hebt je best gedaan. Ja. Alright. Doet het je wat als je merkt dat een song waaraan je hebt gewerkt op de nummer 1 positie staat? Want er wordt geen aandacht besteed aan de mensen die ervoor zorgen dat we het zien en dat we het horen. Vind je dat je te weinig gewaardeerd wordt? Of dat mensen in die branche te weinig gewaardeerd worden? Nee, dus sowieso kan je naam een beetje meer naar voren gebracht worden. Maar ik zeg van, als je goed werk levert, gaat men vragen wie dat gemaakt heeft. En men belandt sowieso wel een dagje op je. Alright, en ik heb hem hier bij me. Ik zei het al, ik ga bekendmaken wie de My Telegy promo heeft gewonnen. Ja, en de DVD die ligt hier in mijn hand. Wie ben je? Nou, mijn naam is Irving Ebiselio. Ik ben trouwens ook artiest, zanger, ook
Ik bespeel ook de meeste, ja, bepaalde instrumenten. Dat heb ik gezien in je music video, ja. Ja, ja. En dat lied zelf heb ik zelf geschreven en die beat heb ik ook zelf gemaakt. Alright, mensen zullen zich gaan vragen waarover je het hebt. Er was een heel bijzondere actie van Taylor G. Men moest een eigen music video maken. Jij hebt daaraan meegedaan, je hebt hem gewonnen. Ik wilde je de vraag stellen, ga je dit je hele leven doen, music video's maken? Maar ik heb het idee dat je eerder gaat zingen. Ja, eigenlijk, dat is mijn passie. Alright, ik ben heel erg benieuwd. Ik heb je naast S-Dog geplaatst. Dus zo meteen gaan we even kijken naar die music video. En ik ben benieuwd wat S-Dog te zeggen heeft op de music video van Irvin Ebicilio. S-Dog, je hebt de music video gezien. Ja. Wat vind je als jonge mannen zo'n kans krijgen om dit te doen? Je bent bang voor concurrentie? Nee, ik sta open voor concurrentie. Oké. Ik heb hem gezien. Ik vind het idee heel mooi. Heel mooi. Alleen, ik heb gezien dat er wat feest is opgebouwd in de video. En dat vond ik wel dat het een beetje beter tot uiting kon komen. Alright, jij zou een groter feest bouwen? Niet groter, maar je kan een beetje meer spelen. Dat is alles. Maar het idee is prachtig. Onderricht je mensen als deze man bij je komt en zegt van, als dat kleur moet werken, doe je dan? De basis, ja. De rest doe je voor jezelf. Er zijn ingrediënten die je zelf hebt uitgevonden en zelf wil houden. Je geest niet echt. Ja. Wat geef je jonge mensen mee die in deze branche willen? Spaar. Okay. Spaar. En je moet willing zijn. We hebben geen school hiervoor. Dus je gaat echt achter die computer moeten zitten om dingen uit te vinden en om te weten hoe dingen moeten gaan. Meneer Ebicilio, heel veel succes. Gefeliciteerd. Ja, dank u wel. En ik kijk uit naar veel meer videowerk. Maar je vertelt me net ook dat je wat muziek voor me hebt. Dus ik ben benieuwd wat je voor ons achterlaat. S-Dog, tot slot, je mooiste music video? Snoepje. Snoepje, toch wel? Ja. Ben jij de man achter Snoepje? Ja. Alright, dan moet ik even snel Snoepje gaan zoeken. En dat doen we zo. Oké, daar hebben we Snoepje. En dat is een number one van 2 jaar terug. Precies 2 jaar terug. S-Dog, thanks. Nogmaals, Irvin. Ja. Gefeliciteerd. Dank je. Rustig gaan doen met deze jongens, deze boys zijn de nieuwe, de hotste. Luister naar Snoepje. En deze gaat uit naar alle lieve dames daar buiten. In alle buurten. Jongens, doen jullie jouw ding. Internet social van Tele G biedt ongelooflijk veel mogelijkheden voor je smartphone. Jij bepaalt welke telefoon bij je past en Tele G geeft je het pakket dat je nodig hebt. Dus, geen BlackBerry, maar wel gewoon een social pakket. Wees altijd bereikbaar met WhatsApp, check je vrienden op Google+, geef een shout-out op Twitter, connect met je familie op QQ, zoek een job op LinkedIn en verander je status op Facebook. Connect met Tele G en be social.